De Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, BBGO, is diep teleurgesteld in de regering. Het feit dat zij haar afspraken met de bond niet is nagekomen, heeft kwaad bloed gezet bij de leden. Volgens Renate Wouden, voorzitter van de BBGO, is er nog steeds niets bereikt met de regering. We spraken haar gisteren tijdens een gezellig samenzijn van de BBGO in het KKF-gebouw. Een brief die 2 weken terug is gestuurd naar de president, heeft volgens Wouden ook niet mogen baten. In feite zou ik het heel kort en bondig kunnen beantwoorden en zeggen niets. Er is dus niks bereikt. In feite is de zaak alleen maar erger geworden, omdat wij dus via de media hebben moeten vernemen dat de ambtenaren dus nu vanaf eind augustus 500 ontvangen als te zijn koopkrachtversterking. En wij als gepensioneerde ambtenaren hebben nog niet eens die 375 ontvangen en nu krijgen we te horen dat het al is verhoogd naar 500. De afspraak was dat we eind augustus te horen zouden krijgen wanneer de eerste uitbetaling zou plaatsvinden van die 375. Maar dat is dus uitgebleven tot nu toe, want de minister is uitlandig, de president is uitlandig. Dus wij wachten nog in de maand september en wij hebben dan besloten om dan in oktober een algemene ledenvergadering bijeen te roepen en dan met de leden dus na te gaan welke stappen we dan gaan ondernemen. Zelf denken wij dat het acties zullen worden, omdat de leden in de maand juni reeds acties wilden toen we dus die ALV hadden en zij dus toen 2 moties hebben ingediend. Die hebben wij dus gestuurd naar de president op 4 mei en gevraagd dus om ontvangen te worden om daarover te praten. Dat is dus niet gebeurd. Behalve over de petities die eerder dit jaar zijn aangeboden, wil het bondsbestuur ook praten over het staatsbesluit dat handelt over de koopkrachtversterking van de gepensioneerde ambtenaren, zegt Wouden. De voorzitter benadrukt dat de bond niet moet smeken voor wat er eigenlijk toekomt. Wouden wijst erop dat de gepensioneerden de koopkrachtversterking ook hard nodig hebben. De leden zullen daarom niet schromen de nodige acties te voeren. Wat ook natuurlijk steekt is dat de leden de mening zijn toegedaan dat in feite, dat blijkt uit de praktijk hoor, als je acties onderneemt, als je de straat op gaat, je bent bezig, dan heeft de regering wel oor voor jou. Want voordat je denkt, worden dan jouw wensen dus ingewilligd. En wij die dat niet doen, wij gaan voor praten, wij gaan voor communicatie, wij gaan voor, weet je wel, even met elkaar overleggen van hoe zaken opgelost kunnen worden. Er wordt met ons geen rekening gehouden. Het is alsof men denkt, oké, hou ze zoet om ze af en toe een 200 te geven en dan worden ze zoet gehouden. Of is het dat de overheid denkt dat wij dus seniorenburgers zijn en die kunnen dus niet staken, ze kunnen geen acties voeren. Wat voor actie kunnen ze voeren dat een effect zal hebben op die samenleving? Nou, ik kan maar 1 ding zeggen, dan zullen ze oktober dat zien. Renate Wouden, voorzitter van de Bond voor Belangenbehartiging. De organisatie is diep teleurgesteld in de regering. In de houding van de regering ten aanzien van de uitbetaling van de koopkrachtversterking. Indien de overheid haar afspraken niet nakomt, zal de BBGO in oktober acties voeren.